Op 7 oktober is het precies 70 jaar geleden dat het eerste weerbericht in Nederland op televisie kwam. En ze waren er vroeg bij, want slechts een paar dagen daarvoor was de eerste landelijke tv-uitzending ooit. De weersverwachting tot 7 uur, veel bewolking met nu en dan buien. Krachtige, aan de kust af en toe stormachtige noordwestelijke wind. In eerste instantie zag je de meteorologen helemaal niet in beeld tijdens het weerbericht. Je zag alleen een arm met een krijtje op de weerkaart tekenen. Na 1968 was de meteoroloog zelfs helemaal uit beeld en het weerbericht werd door de nieuwslezer voorgelezen. Sinds 1982 is de weerman of weervrouw weer terug op tv en sinds de jaren 90 is er een uitgebreide weerrubriek. Hier is de weersverwachting, meegedeeld door het KNMI in de beeld. In de middag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. De vorm is door de jaren heen dus veranderd, maar het belang is altijd hetzelfde gebleven. Deze verwachtingen zijn vooral van belang voor de luchtvaart, de scheepvaart en de landbouw, maar ook voor ons. Want ook wij willen graag weten of we een paraplu mee moeten nemen, onze schaatsen voor de dag kunnen halen of dat we rustig naar het strand kunnen gaan.